En ja, dan is het alweer tijd voor het tweede deel in deze aflevering. En net al aangekondigd, we gaan het hebben over iemand. En dat is iemand van wie ik laatst tegen iemand zei, waar ik ben jongeren. En toen had ik het over het miniatuurstadje Madurodam. Ik zei, ken je daar eigenlijk wel de geschiedenis achter die naam Maduro? Nou, helemaal niet. En hoe mooi dat we dan precies vandaag podium gaan geven aan George Maduro en zijn verhaal. En dat allemaal in het kader van 75 jaar vrijheid. En daar praten we over met twee gasten, Saskia Lukman en Christel Rijpert. Saskia, ja, die tentoonstelling, daar kijk je ook heel erg naar uit natuurlijk. Ja, je hebt een hele bijzondere foto bij je die ook in dat museum komt te hangen. Ja, dit is George als jonge jongen op Curaçao nog. Want daar is hij geboren. Het is een Curaçaose jongen van Sephardisch-Joodse afkomst. Die families waren daar al vanaf begin 16e eeuw, leefde die al op het eiland. En daar was hij nazaad van. En hier zie je hem als jong jongetje. George Maduro neemt een hele belangrijke plaats in Leidschendam. En natuurlijk in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Naast mij staat Christel Rijpert. Die is verantwoordelijk voor de bevrijdingsactiviteiten. Mag ik zo zijn, projectleider. Er is een tentoonstelling over George Maduro. Vertel er eens wat over. Vanaf 19 maart is er bij Villa Dorpaal een tentoonstelling over George Maduro. Zijn leven, zijn keuzes. De activiteiten die plaats hebben gevonden in de begindagen van mei 1940. Waardoor hij heeft voorkomen dat de Duitsers door op konden trekken naar. In eerste instantie heeft voorkomen dat de Duitsers op konden trekken naar Den Haag. En dan zeg jij tenslotte: keuze maken om te handelen in belang van die ander. Dat deed George Maduro. Hij legde daarmee zijn eigen leven in de waagschaal. Hij is een absolute held in morele zin en daarmee een voorbeeld voor ons allen.